het is toch echt wel een community gegeven. Je speelt heel vaak samen, maar het spel voor anderen creëren, ja, dat doe je ook samen. Voor ons hier in Bokkerijk is ludodiversiteit helemaal terug te brengen tot het begrip homo ludens, ja, de spelende mens. Eigenlijk dat spel en sport en alle vrijheid maar de voedingsbodem kunnen zijn voor alle creatieve uitingen, waarvan cultuur er natuurlijk eentje van is. Ludodiversiteit kun je beschouwen als een verzamelbegrip, verzamelnaam voor verschillende soorten spellen en sporten die er wereldwijd bestaan. En uiteraard ook in Vlaanderen, België, is er een hele voorraad van dat soort activiteiten die doorgaans lokaal beoefend worden, een paar op nationaal vlak, maar die eigenlijk ook een lange geschiedenis achter de rug hebben en ja, die van alle kanten in dorpen enzovoort gespeeld worden. Ja, je vindt spel en sport eigenlijk terug in alle elementen van onze collectie. Ja, je hebt eigenlijk het patrimonium, maar natuurlijk ook je collectiestukken, de roerende collectie, het immaterieel erfgoed, de kennis, de know-how die je nodig hebt om het spel te spelen, maar ook de kennis en de know-how die nodig is om het vakmanschap te beheersen, om spellen te maken, te restaureren, om onder andere deze banen bij te houden. Ja, er komt best wel wat bij kijken en ja, die diversiteit aan erfgoed en aan collecties, die is heel nauw verbonden met die ludodiversiteit. Ja, en dat is waar we hier in Bokkerijk op inzetten. Zowel voor de individuele bezoeker die hier heel graag naar deze speelschuur komt, maar ook in allerlei programma's voor groepen en voor klassen. Maar voor UNESCO is het ook heel belangrijk, niet alleen het element op zich, maar ook de manier waarop de mensen daarmee omgaan. Hoe dat er goede praktijken kunnen zijn, waarmee dat die elementen langer leven beschoren is, dat die mensen ondersteund worden. En dat is heel belangrijk voor de volkssporters zelf, die op die manier ook meer zichtbaarheid krijgen en zich gesteund weten door externe expertise. En als museum over de cultuur van dagelijks leven in Vlaanderen, vandaag, vroeger, maar ook met linken naar morgen, vinden we het niet meer dan vanzelfsprekend om ja, dat brede gamma aan onze bezoekers aan te bieden. En die volle bandbreedte, dat beschouwen wij als ludodiversiteit, eigenlijk de pure joy, de pure vreugde van spel en sport.